Generaal-majoor buitendienst van Kappen is hier. Meneer van Kappen, ik hoorde de afgelopen weken vaak het Russische leger is gemoderniseerd. De Russen hebben veel gedaan aan datgene wat er schortte. Maar u zei aan het begin van de uitzending al, dat lijkt niet zo te zijn. Het maakt toch een vaak wat rommelige, ongecoördineerde, slordige indruk. Wat is er aan de hand? Ja, laat ik beginnen te vertellen. Als je een succesvolle operatie wil doen, dan moet je politieke en militaire do's en don'ts op elkaar afstemmen. Wat politiek vaak heel aantrekkelijk is, is militair heel gevaarlijk. En omgekeerd, wat militair heel aantrekkelijk is, is politiek vaak zelfmoord. Dus je moet altijd zoeken naar een soort optimum solution waarbij je politieke en militaire doelen kan bereiken. Afweegt, ja. Ik denk dat dat niet gebeurd is. Ik denk dat met name de Russische militairen alleen de allerhoogste top, maar niet tot op het laagste niveau wisten waar ze mee bezig waren. En ik heb zelfs, je moet voorzichtig zijn, want er is ook een informatieoorlog aan de gang natuurlijk. Hè. Maar ik heb ook hele hoop berichten gezien van Russische militairen die in het begin dachten dat ze nog steeds op oefening waren en bij een benzinepomp stopten in de Oekraïne om diesel te tanken. Je ziet dus, nou ja, of het allemaal waar is, weet ik niet. Maar wat je wel ziet, is dat het eigenlijk veel minder goed verloopt dan het zou moeten gaan. Je ziet dat de coördinatie slecht is, je ziet dat ze lopen uit hun logistiek. Die kolonne die daar staat bij Kiev, ja, het is een godswonder dat die nog niet bestookt is. Misschien dat die Poolse vliegtuigen daar, maar goed. Dus ja, ik heb het idee dat die coördinatie tussen de politieke en militaire top, die is absoluut niet optimaal geweest. Dus je maakt een grote fout. Een ander punt is dat je met 150.000 man, kan je van zijn levende dagen niet geheel Oekraïne langdurig onder controle houden. Ietsje groter dan Frankrijk. Ik wil u dit even laten zien, want dat sluit perfect aan bij wat u zegt. Dit is sociale media, Oekraïners. En we hebben geprobeerd, u zegt informatieoorlog, alleen maar dingen uit te zenden die geverifieerd zijn. Dit komt bijvoorbeeld via Pieter Waterdrinker. Oekraïners die op schietende Russische militairen aflopen. Ja. Om ze te zeggen, we pikken dit niet. En er wordt ook een van die demonstranten wordt neergeschoten, verwond althans. En dan daar vlak achteraan dit ook geverifieerd beeld van een Russische soldaat die met zijn geliefde belt. Laat dat even zien, jongens, alsjeblieft. Я тоже вас люблю. Люблю вас. На поцелуй. Hij belt met zijn moeder, sorry. Volgens de Oekraïners, dat is niet te verifiëren, 11.000 Russische doden inmiddels. Maar ze hebben zich danig verslikt in toch de ongelofelijke standvastigheid van de Oekraïners blijkbaar. Ja, ze hebben zich vergist in het politieke en militaire doel om dat goed op elkaar af te stemmen. Dat heeft dus niet gewerkt. Ze hebben zich enorm vergist in het weerstandsvermogen van het Oekraïnse leger, maar ook van het Oekraïnse volk. Het Oekraïnse leger is natuurlijk niet opgewassen tegen het Russische leger, maar het is geen pushover. Het is niet een club die je zomaar op een vrije zaterdagmiddag onder het tafelkleed veegt. Dat is nu wel gebleken. Mm-hmm. Bovendien, de bevolking is absoluut bereid om te vechten. En dat is wat ik niet begrijp. Ik vind het een volledig irrationeel verhaal wat er nu door Poetin is gedaan. Het met tanks en panzervoertuigen een land binnenvallen. Ja, dat is het domste wat je kan doen in deze tijd. En zeker als je dus denkt dat je met 150.000 man een land als Oekraïne langdurig onder controle kan houden. Dezelfde fout heeft Bush gemaakt met de invasie in Irak. Zijn generaal zeiden, daar hebben we 400.000-500.000 man voor nodig. Hij zei, nee, dat gaan we niet doen. 150.000 man is meer dan genoeg. Ja, dat is meer dan genoeg om het Iraakse leger te verslaan. Maar daarna ben je de trotse eigenaar van een land genaamd Irak. En wat doe je ermee? Daar heb je 400.000-500.000 man voor nodig om alles te beschermen. Ja. En diezelfde fout heeft Poetin gemaakt. Colin Powell, je kan met 150.000 man dat Oekraïnse leger uiteindelijk wel onder controle krijgen. Maar als je het land onder controle wil krijgen, heb je daar vele malen, heb je 400.000-500.000 man nodig. Zelfs als je daar een puppet regime neerzet, moet je daar langdurig aanwezig blijven om dat land onder controle te houden. Dat kost bakken vol met geld. En het belangrijkste is, de kracht van een leger, van een krijgsmacht, wordt bepaald door de kracht van de economie. En de economie van Rusland is ongeveer die van de Benelux. Hoe lang houden ze dit vol? Heel lang, denk ik, want ze zijn gewend om te lijden, zegt iedereen. Maar ik denk dat als de lijkenzakken straks terugkomen, in grote hoeveelheden, wordt het echt lastig om uit te leggen aan de Russische bevolking dat je dit gedaan hebt in het belang van Rusland en de Russische bevolking. Dat is niet zo.
Hij had zijn doelen kunnen bereiken op een hele andere manier, zelfs zonder een schot te lossen. Maar hij is dus irrationeel. En u zei toen u belde deze week, zei u, mijn ervaring met tijdens de Koude Oorlog, toen u diende, was dat we in ieder geval uit konden gaan van enige rationaliteit van onze tegenstanders. Want wij wisten in het Kremlin wel ongeveer, toch heb ik het goed, wie wat ja, vond. Ja. Er waren tenminste nog discussies en er was iets van voorspelbaarheid vergeleken met nu. Ja, lang geleden zat ik in een bunker in Northwood in Engeland, 30 meter onder de grond, opgehangen in rubber. En daar zaten we dus dagelijks in de Koude Oorlog zaten we te bestuderen wat de Russen allemaal deden en niet deden. In die tijd hadden we een veel beter zicht op wat er kon en wat er niet kon. En wat er gebeurde. En dat kwam omdat er was een Kremlin. De president had toch te maken met een Kremlin, met een aantal lui die ook machtig waren, die bovendien vaak ook uit waren op zijn stoel. Dus je moest toch wel tot een soort compromis komen. En wij wisten vrij aardig wat zich daar afspeelde. In dat politbureau? In dat politbureau. Dus we wisten vrij aardig wat ze deden en wat ze niet deden. We wisten ook vrij aardig waar de rode lijnen liepen. En dat werd vaak op een hele, ja, op een strategische, hele ingewikkelde manier gedaan. Wij lieten duidelijk weten aan de Russen waar bij ons de rode lijnen liepen. Dat deden we niet altijd openlijk. Dat deden we vaak ook door het lekken van informatie die zogenaamd zeer geheim was. Maar in de bedoeling dat zij wisten waar die rode lijnen... Kijk, als je openlijk zegt, dit is mijn rode lijn, dan geloven ze je misschien niet. Maar als ze het lezen in een geheim plan, dat ze stiekem te pakken hebben gekregen, dan denken ze, goh, dat zou misschien wel waar zijn. Dat deden zij ook. Het was een hele ingewikkelde manier van strategisch elkaar informeren. Maar waar ben je wel? Daarom hebben wij nooit wat gedaan in West... Daarom hebben de Russen nooit wat gedaan in West-Berlijn. En we hebben niets gedaan toen Tsjechoslowakije en Hongarije werden binnengevallen. Want we wisten van, ja, als we dat doen, dat wisten we. Dat al, je reduceert de risico's enorm. Je reduceert risico's. Maar nu hebben we met de situatie te maken. Met, u zegt, hij doet iets compleet irrationeels. Hij heeft de doelen niet goed met elkaar in overeenstemming gebracht. We zitten dus met een veel gevaarlijkere situatie nu. De situatie nu is veel gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog. En dat komt omdat het onvoorspelbaarder is. En als het iets onvoorspelbaar is, is het ook gevaarlijker. In de tijd van de Koude Oorlog wisten we vrij goed waar de grenzen liepen van ons en ook van hun. Dat weten we nu eigenlijk niet precies. En dat was precies het eerste wat u vroeg, weet je, die escalatieladder die we aflopen. Als je een escalatieladder afloopt, moet je op een gegeven moment weten, hier moet ik ongeveer stoppen, want anders gebeuren er vreselijke ongelukken. Ja, en ik kan niet meer terug. En dat is nu veel lastiger om dat te bepalen waar je moet stoppen met die escalatieladder of waar je moet doorgaan. Want dat hangt er vanaf of je weet wat er zich precies afspeelt in dat Kremlin. En dat weten we op dit moment niet precies. Dus die grote onzekerheid betekent ook dat het veel gevaarlijker is dan tijdens de Koude Oorlog. Maar tenminste, zoals ik het zie. Precies. Waar veel mensen zich natuurlijk heel veel zorgen over maken, is een nucleaire dreiging. Wat Poetin vorige week zei, ik zet het boel op scherp. Het feit dat er gediscussieerd wordt over tactische kernwapens, niet de strategische, niet die dingen die je van het ene continent naar het andere schiet, maar kleintjes die dan nog altijd groter zijn dan wat er op Hiroshima is gevallen. Ja. Dat zijn toch dingen waar je, ja, daar krijg je de koude rillingen van. Ja, in de Russische doctrine, en die is gewoon openbaar, die kan iedereen lezen, daar staat dat zij het gebruik van tactische kernwapens vinden ze volledig acceptabel. Ja, voor ons is dat absoluut niet acceptabel, maar in de Russische militaire doctrine is het dat wel. Of ze die tactische nucleaire wapens zullen gebruiken, dat vraag ik me nog af. Want je gaat wel een grens over, niet alleen een morele, maar je gaat ook een militaire grens over. Hmm. Maar het is wel iets waar ik me best zorgen over maak. En we zullen goed moeten nadenken hoe we daarmee omgaan. Mevrouw Kaag, het zijn u bij minister.